Mijn naam is Nienke en ik ben 32 jaar en ik heb een eigen bedrijf. Dat heet My Kitchen Playground. En wat ik doe is eigenlijk, ik bak taarten. Ik ben mijn bedrijf nooit begonnen met het idee van jongens, dit ga ik doen om mijn brood te verdienen. Maar het is een, wat je zou kunnen zeggen, een mega uit de hand gelopen hobby. Ik probeer gewoon 's ochtends op tijd te beginnen. Dan begin je natuurlijk met het bakken, de vullingen maken. En het is eigenlijk gewoon wat er in de agenda staat. Op basis daarvan deel ik mijn dag in. Wat het vak zo leuk maakt, is denk ik de combinatie tussen creativiteit en vrijheid. En dat eigenlijk in de breedste zin van het woord. Je bent verantwoordelijk voor alles. Het is eigenlijk een one-woman show, dit, wat ik doe. En de aanvragen die binnenkomen zijn zo divers. Maar ik weet bijvoorbeeld nog wel dat iemand zei, oh, maak je bruidstaarten. En ik met mijn grote mond, ja hoor, ja, die maak ik wel. En nog nooit één gemaakt. Nou, en met alle zenuwen die ik had, dat voor elkaar gekregen. En als ik die foto's terugzie, kan ik daar nog steeds best wel trots op zijn. Dat ik denk van, oh, dat heb ik toen gewoon, ja, gewoon geflikt. Ik denk dat het allergrootste wat ik geleerd heb, is nee durven zeggen. Eerlijk zijn naar jezelf, je kaders goed voor ogen hebben. En ook voor jezelf zeggen tot hier en niet verder. Want je wil niet weten tot hoe vaak ik tot midden in de nacht, tot 4 uur 's nachts door heb gewerkt om dingen af te kunnen krijgen. Om 6 uur weer de wekker gezet. Ja, weet je, daar houdt natuurlijk helemaal niemand vol. Ergens droom ik ooit wel een heel mooi zaakje waar je lekkere koffies kan drinken, heerlijke taarten kan eten. Maar aan de andere kant wil ik mij eigenlijk de komende 5 jaar echt op de trouwbranche richten. En wat voor mij succes is, is dat ik een product meegeef of aflever waar ik zelf volledig achter sta. Maar dat ook in combinatie dat het zowel zakelijk als privé ook fijn loopt. Dat ik daar geen dingen voor hoef te laten. Dat ik nog steeds tijd heb voor familie, voor mijn gezin. En dat in combinatie met je eigen bedrijf. Ik denk dat dat voor mij de sleutel tot succes is.